Commissaris, als je volledig mee wilt zijn, Ja. dan moet je leren poseren. Ja, Spannend. en ik heb daar wel een paar tips voor. Pas op, ik ben geen model, hè. Maak me jezelf niet onderschatten. Ik zie kijk iets in u en we gaan dat eruit krijgen. Ready, commissaris? Zet u eens iets meer zo wat schuin. Dan komt uw chest Zo. naar voren. Yeah, alright. Goed. Ja, span ze maar op, hè. Zo, uw shoulder muscles. Ja. Ja, De shoulder ja, masters. ja. Ja, die daar. Goed. Alright. Wat is eigenlijk uw beste kant? Want niet iedereen is symmetrisch, hè, commissaris? Dus het is belangrijk om te weten wat uw goede kant is. Standen, moet je bij de oogarts gaan. Hier, hè. Is dat uw? Is dat uw? Alright. Steek dat maar dan een keer goed vooruit. Ja. Jawel. Jawel, doe maar. Goed, alright. En nu de close-up, hè, commissaris. Ja, pas op, dat is dicht, hè. Ja, maar dan zien ze goed de details en de contouren van uw gezicht. Ja, want ja. Dus, allez, je moet het niet onderschatten, commissaris. Ik zeg nee, maar nee. Zeker uw kaaklijn. De kaaklijn. Ja, als je die zo wel opspant. Ja. We kunnen eens geen voelen. Uw kin. Ja, goed. Nee. Goed zo. Span maar op. Ja. Goed. Schoon. Alright, commissaris. Ja. Het is ook goed dat je niet op je beide voeten zoals staat, maar zo wat nonchalant leunt. Nonchalant leunt? Ja, zo wat weet wel. Zo wat James Dean-achtig. Hè? Ja. Maar, die kende, hè? James ja. Dean, hè? Wacht, ik ga maar James Dean deed altijd met zijn duim. Ja, doe maar. En ook de shoulders niet vergeten, hè? De shoulders. En zie. Doe maar zo wat, hè? Goed. In de heupen bewegen. Draai maar een beetje. Goed, commissaris. Hey. Ja, maar, je bent losser dan dat ik dacht. Hela.